Het tekort van de gemeente is opgelopen tot bijna 200 miljoen euro. Dit nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel, omdat het 25 tot 40 miljoen hoger is dan verwacht. Wethouder Karin Dekker heeft deze tegenvaller gisteren tijdens de raadsvergadering naar buiten gebracht. Waar dit grote tekort vandaan komt, is nog onduidelijk. Karin Dekker heeft verteld dat er een aantal dingen geoormerkt waren als risico's, risicovol. Een aantal bouwterreinen, bedrijventerreinen, bouwprojecten. En die risico's die komen jammer genoeg uit. Dus er is een extra tekort van 25 tot 40 miljoen euro. In het voorjaarsdebat zal worden gepraat over extra bezuinigingen. Het zou kunnen dat de aanleg van de tram niet doorgaat. De SP ziet liever geen tram dan dat er getornd wordt aan de sociale voorzieningen. De PvdA vindt dat de tram er wel moet komen. Die tram zorgt voor de bereikbaarheid. Die is heel erg belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de economie. En om de motor van je economie nou uit te gaan zetten, dat helpt niet echt als je een sociale stad wil blijven. De tram wordt niet betaald uit gemeentemiddelen. Ja, er zit wel een deel gemeentemiddelen in, maar het overgrote deel komt van het Rijk. Dus als wij zeggen van we doen de tram niet, dan hebben we de financiële problemen niet opgelost. En we houden de bereikbaarheidsproblemen. Dus dat ligt niet erg voor de hand. Aan de andere kant, er moet wel geld van de gemeente bij de tram. Dus ja, als het niet door kan gaan omdat echt het geld hard nodig is, dan zou dat heel erg jammer zijn, maar dan zou dat moeten. Het is nog onzeker waar het extra geld vandaan moet komen. Ik denk dat er een aantal infrastructurele projecten, wat bruggen en wat bouwprojecten kunnen temporiseren. Daar zou je aan kunnen denken. Maar laten we eerst maar eens een keer als coalitie goed met elkaar praten over wat er allemaal kan en wat er niet kan. En als raad met elkaar praten over wat we willen en wat we niet willen. En dan komen we er wel uit.